Park Hilaria gaat dit jaar definitief niet door. Door het verbod op grote evenementen tot 1 september was het eigenlijk al duidelijk. Maar de organisatie heeft het nu via een Twitterbericht officieel laten weten. De Eindhovense kermis trekt jaarlijks bijna 500.000 bezoekers. Dit jaar zou de 19e editie zijn. Het tijdelijke pretpark zou dit jaar van 31 juli tot en met 9 augustus plaatsvinden. De organisatie van Park Hilaria richt zich nu verder op volgend jaar. Dan staat het 10-daagse feest gepland van 30 juli tot en met 8 augustus.